Dat voetbal en politiek vaak hand in hand gaan was gisteren wel te merken in en rondom de Kuip. Want voor de gewonnen wedstrijd tegen AZ konden Feyenoord-supporters een college krijgen van professor Hennis de Ridder van de TU in Delft. Op uitnodiging van Stadsinitiatief Rotterdam, een nieuwe partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, wilde de professor supporters overtuigen dat Feyenoord helemaal geen nieuw stadion nodig heeft. Maar dat de huidige Kuip al voor 30 miljoen euro kan worden gerenoveerd. Ik kan hem heel erg goed en mooi opknappen, moderniseren, een heleboel business units. Alleen niks erbovenop, niks eraan, gewoon een ringetje eronder. Dat is het recept. Door de vloer te laten zakken creëer je een nuldering erbij. En dan hoor je van allerlei opmerkingen van ook uit de planmakers van nu. Ja, dat kan niet, want met water moet je wegpompen. Zegt hij, dat doen we in heel Nederland al, dat is allemaal geen probleem. Dan is er iets gezegd over zichtlijnen. Schijnt ook helemaal geen probleem te zijn. Daarom hebben we hem hierheen gehaald. Want iedereen kan aan hem vragen hoe het zit. En hij kan dat gewoon technisch uitleggen. Is het leuk als je er erg veel mee verdient en weinig erin steekt, want dan hou je meer over. Nou, in mijn plannetje maakt per saldo meer winst dan dit grote stadion. De verkenners hebben 2 jaar geleden onderzoek gedaan en die hebben 13 plannen onderzocht. En een van die plannen was van Hennis de Ridder. Dat was 30 miljoen, maar dat was blijkbaar te klein. Stadsinitiatief Rotterdam speelt met het geven van een college van Hennis de Ridder in op de steeds groter wordende groep supporters die zich lijken te verzetten tegen de komst van Feyenoord City. Gisteren, voor en tijdens de wedstrijd tegen AZ, waren er veel spandoeken te zien voor het behoud van de Kuip en tegen de plannen van Feyenoord City. Ik denk dat heel veel mensen wel gewoon een beetje een naar gevoel hebben van die grootse plannen, die enorme bedragen. We moeten 50% qua omzetten over de arena heen. Ik denk dat iedereen wel voelt dat het megalomaan is en met alle risico's voor de belastingbetaler en voor Feyenoord. En als dan een professor vertelt en ook technisch uitlegt dat je voor 30 miljoen al kan renoveren, ja, dan begrijp ik niet, een heleboel Rotterdammers denk ik ook niet, waarom je niet voor die variant kiest. Want dan kan het ook zonder overheidsgeld. Ik kan me wel voorstellen, als er een groot plan is, dan komen er een heleboel mensen, die hebben daar belangen bij, die kunnen daar geld aan verdienen. Die kunnen omzet maken. Dat is natuurlijk het punt. Aan mijn plan, ja, die 30 miljoen, ja, daar kunnen maar een paar mensen wat aan verdienen. De organisatie van Feyenoord City geeft aan op dit moment niet te willen reageren op de suggesties van de professor. Om in plaats van 420 miljoen euro uit te geven voor een nieuw stadion, de huidige Kuip te kunnen renoveren voor een tiende van dat bedrag. Maar omdat op 21 maart de verkiezingen zijn, aan Jos Verveen de vraag of de actie van gisteren rondom de Kuip geen verkiezingsstunt is. Natuurlijk verkiezingstijd, maar we zijn al 8 jaar bezig met dit thema. En ik heb mijn zorgen nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik vind echt heel erg wat er gebeurt met het geld van de belastingbetaler. Dat op deze manier de toekomst van Feyenoord op het spel wordt gezet. Tuurlijk heb je voor- en tegenstanders, dat is goed. Dus er is wat te kiezen op 21 maart. Maar 4 juli zou ik ook tegen de partijen Leefbaar en D66 willen zeggen. Is dit niet nou een prima onderwerp om voor te leggen in de vorm van de stadsreferendum aan de Rotterdammers? Ik vind de Kuip ook een voorbeeld hoe dat dossier loopt. Heel veel dingen zijn geheim. Wordt geheimzinnigheid gedaan. Of je nou voor of tegen een nieuw stadion bent. De argumenten en de dingen worden vaak op sentiment gespeeld. Terwijl er ligt zoveel achter wat eigenlijk openbaar moet worden om hier goed over na te kunnen denken. En wat Jos zegt, ook een stadsreferendum te houden, zodat mensen zelf kunnen oordelen. De vraag is of de hoofdrolspelers van gisteren nog wel geloof hebben om het project Feyenoord City echt te kunnen stoppen. Ik hoop te bereiken dat het oude stadion dat blijft staan. Dat gered kan worden. Dit is een tempel. Dit is een bedevaartsoord. Hier zit het Nederlandse voetbal. Er is nog helemaal niks definitief. Iedereen voelt denk ik wel dat de weerstand stijgt. Ik denk dat mensen nu zich realiseren wat hier gaande is. Maatschappelijk stijgt gewoon nu de weerstand. En het is een voorlopig besluit. Er moet nog definitief besloten worden. De organisatie van Feyenoord City geeft aan binnenkort meer duidelijkheid te geven over de huidige stand van zaken wat betreft de plannen.